In de Eindhovense wijk Bliksembos zorgt een groep jongeren al jaren voor overlast. Herrie en vernielingen zijn bijna aan de orde van de dag. Met oud en nieuw was het opnieuw flink raak en de bewoners hebben er nu schoon genoeg van. Vanwege privacyredenen willen zij niet herkenbaar in beeld. Dat is gewoon één rookgordijn was op nieuwjaarsdag. De container. Er zitten gewoon dozen met rotjes in gooien dat het omhoog vliegt dat brandweer aan te pas moet komen. Mooi toch aan, hè? Het geknal en het... Nou, verschrikkelijk. En dat je dan s'nachts wakker wordt en je denkt... Ligt er iemand op het plein? Ik heb mijn bril op gezet, alleen liggen al die bloembakken over dat plein. De bewoners hebben geen goed woord over voor de jongeren. Ik heb geen enkele excuus meer over die jongelui, hoor. Echt niet. En ik niet alleen, alle bewoners niet meer. Het is schoren. Ik heb met de jongens wel eens aan te praten als wij zo in de zomer op bankje zitten. En er is geen gesprek mogelijk, hoor. Dan krijg je zo'n mond. Dan denk je, ik hou mijn mond maar dicht. Want dadelijk doen ze mij niets. Wij zitten daarom met het feit dat wij dus ons ook nog eens een keer ongelooflijk onzeker gaan voelen en bang gaan worden. Ik ben voor echt bang. De jongere werkster van Bliksembos kan het wel begrijpen, maar volgens haar is de angst nergens voor nodig. Ik kan me voorstellen als jij een grote groep ziet staan, grote jongens meestal, met vuurwerk of ook al zonder, dat ziet er akelig uit. Ik kan me goed voorstellen, maar in principe je hoeft niet bang voor ze te zijn. Het zijn allemaal nog lieve jongens die echt geen echt kwaad in zin hebben, maar wel puberaal gedrag vertonen nu op het moment. Welzijn Eindhoven verzorgt verschillende activiteiten voor de jongeren. En ook praat de organisatie met hen over de overlast die ze veroorzaken. Volgens de bewoners moet er nu eindelijk eens een oplossing komen voor de jongeren die echt werkt. Geef ze een theelepeltje in zijn handen en laat ze eens werken dat die ruggen kraken. Dan weten ze wat ze aangericht hebben. De burgemeester moet ingrijpen. En nou geen excuses meer. En niet meer zeggen dat de burgemeester een tafellaak geworden is, terwijl die vroeger een servet was. Een grotere ruimte op een andere plek om met de jongeren te werken zou een oplossing kunnen zijn. Er is wel zicht op, maar waar en wanneer, dat weten we nog niet. Maar we zijn wel druk mee bezig om een eigen nieuwe ruimte te krijgen, want de huidige ruimte die voldoet niet helemaal. Het college vindt de overlastsituatie ook onacceptabel. Dinsdag 12 januari overlegt de gemeente over een nieuw en tijdelijk onderkomen. Goedenavond Eindhoven, van harte welkom namens de Nationale Postcode Loterij hier in een van de mooiste plaatsen van Brabant. We gaan hem uitreiken en het wordt heel spannend. De postcode kan je van maar liefst 30 miljoen euro. En dat hebben veel Eindhovenaren met wijkcode 5625 geweten. Ruim 1300 bewoners uit Woensel mochten de buit verdelen. 15 miljoen ging naar 9 bewoners van de Heuvelakker met postcode 5625 VP. Bij de mensen met de winnende wijkcode was het de hele avond spannend hoeveel geld ze precies zouden winnen. Elk uur kregen ze op grote schermen te zien hoeveel geld ze zouden krijgen per lot. Voor de bekendmaking konden de bewoners dus alleen maar gissen. Met zoveel mensen moet je natuurlijk niet denken dat je echt een hele vette prijs hebt. Maar je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Ja, wij denken 3000 euro per lot. Hè? We hebben 2 loten. Nadat de wijkcodewinnaars wisten hoeveel ze zouden krijgen, ging iedereen uit zijn dak. Heeft u een prijs gewonnen, meneer? Hier staat het toch te feesten. Ja, heerlijk. Hartstikke mooi hier, jongen. Vindt u dat niet erg? De vriendinneke heeft wel gewonnen, hè? 8000! Ik ga nooit meer bij de weg. En daar kan de zon. Geweldig. Kon niet mooier zijn. Echt waar. Ik ben er helemaal blij mee. Echt waar. En wat gaat u ermee doen? Ik denk dat ik eens op vakantie ga. Daar ga ik mee beginnen. Vind ik erg leuk. Nou, mijn auto laten maken, hè? Nieuwe laptop. Dus ga op vakantie. Ja. Ja, toch? Ja. Ik ben er echt ook gelukkig mee. Natuurlijk waren er ook mensen die geen loten hadden. Zij maakten er, ondanks het feit dat zij niks hadden gewonnen, toch een mooi feestje van. Ik had eigenlijk eerder moeten kijken of ik een lot kon kopen. Maar ik ben al blij zat dat ik in deze wijk mag wonen. Dus klagen doe ik nooit. Hè, dus. Heel veel mensen hebben gevraagd of ik er ziek van was. Ik ben er dus niet ziek van, maar wel heel jammer natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. Ik vind als je in Friesland gewoond en gevallen was, was ik ook niet ziek van geweest. Dus het is gewoon heel jammer, maar ja.
het is toch leuk om mee te mogen feesten. Ja, het levert toch een gezellig feestje op. Dus. Ja, we wilden eigenlijk een lot kopen en er is er niet meer van gekomen. Maar ja, weet je, pech gehad en het komt er vast wel weer overheen. Op het speelveld aan de Lohengrinlaan ging het feesten tot lang na de uitreiking door. Het is duidelijk, hier is strooisout nodig. Maar omdat het strooisout tegen de gladheid ook in Eindhoven begon op te raken, moest gezocht worden naar andere mogelijkheden. En die werden gevonden. Op Eindhoven Airport zette de gemeente kunstmest in om ervoor te zorgen dat de vliegtuigen niet gingen glijden. En op de gewone wegen werd een nieuw soort zout ingezet, met calciumchloride. Wel wat duurder, maar het zou beter moeten werken. Het Parktheater mag zichzelf feliciteren. De bezoekersaantallen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Bijna 300.000 mensen bezochten de Eindhovense Schouwburg. Nieuwe series en spraakmakende voorstellingen zorgden voor een toename. En het waren niet alleen de oude bezoekers die naar de Schouwburg kwamen, maar vooral ook nieuwe. En het theater heeft bovendien, na jaren van rode cijfers, het tekort weggewerkt. Op het Lorenz Casimir Lyceum werd donderdag het startschot gegeven voor de 80ste verjaardag van de school. Het was vooral een feestelijk moment voor de leerlingen. Er waren optredens van een fietskunstenaar en een rockband, bestaande uit oud-leerlingen van de school die nu studeren aan de Rockacademie in Tilburg. In de loop van de maand wordt de musical The Wiz opgevoerd en verder loopt er een jubileumactie voor Kenia. In april organiseert de school een grote reunie. Burgemeester Van Gijsel hield 4 januari zijn nieuwjaarsspeech. Daarin vertelde hij dat vorig jaar 3000 Eindhovenaren hun baan verloren. Maar de burgemeester wil hen wel allemaal zo snel mogelijk weer aan de slag hebben. En dat ziet er ook wel goed uit. Want we hebben als regio echt sterke kaart ontwikkeld in de afgelopen jaren. Zodanig dat het kabinet gezegd heeft dat ze eigenlijk onze regio willen laten uitgroeien tot een toptechnologische regio van wereldformaat. Een van de 10 beste toptechnologische regio's überhaupt in de wereld. En het zal ook komend jaar een lastig jaar zijn, omdat ik ook wel zie dat het voor heel veel mensen moeilijker wordt om rond te komen van een kleine beurs. En het is om die reden ook belangrijk dat het gemeentebestuur besloten heeft om de inkomensondersteunende maatregelen gewoon te handhaven. Omdat wij vinden dat als straks de economie weer wat aantrekt, er voor iedereen een plek onder de zon moet zijn. En dat waren veelbelovende woorden van burgemeester Rob van Gijsel in zijn nieuwjaarstoespraak. Een belangrijk onderwerp daaruit is werkloosheid. Hoe moet de gemeente dat oplossen? Wat vindt Eindhoven? De bedrijven vooral te stimuleren naar mijn ideeën. Zoveel mogelijk te werken aan Brainport, dus hoogwaardige banen te creëren daarmee. Ik heb wel contacten met UWV toevallig, omdat ik zelf voor een uitzendbureau werk. En ik weet dat ze bezig zijn met trainingen en met banenbeurzen om te zorgen dat mensen toch weer meer kans maken op de arbeidsmarkt. Het is gewoon een slechte tijd op het moment. En als het nergens beter gaat, zal het hier ook niet beter gaan. Ik heb gelukkig het voordeel dat ik zelf mijn eigen baas ben en dat ik gelukkig niks met werkgevers te maken heb. Ik heb natuurlijk al veel opdrachten, maar ik ben gelukkig niet in zo'n staat dat ik echt zit van, ja shit, wat moet ik nou doen, waar moet ik werk krijgen? Het is sowieso een ramp, maar hoe ze het voor elkaar gaan krijgen, ik ben heel benieuwd. Eindhoven kan de komende jaren uitgroeien tot de top van technologische regio's van de wereld, dat zegt Den Haag. Maar waar heeft de stad het meeste belang bij? Terugdringen van de werkloosheid. Ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat zorgen voor een top 10 plek. En dat je moet beginnen bij dingen die belangrijk zijn. En op dit moment is de crisis, het is nog lang niet voorbij. Dus terugdringen werkeloosheid staat bij mij wel op nummer 1. Ik zou kiezen voor een top 10 plek. Dat is heel belangrijk, hè? Ja, dat wel. Maar ja, ik vind eten op de plank en de hypotheek kunnen betalen, dat vind ik veel belangrijker als, de top 10 van de techniek. Ik moet het eerst zien, dat gemeente Eindhoven echt wakker gaat worden. In ieder geval is de gemeente Eindhoven klaar voor het nieuwe jaar. Net als Rob van Gijsel. Ik wens u een heel voorspoedig en gezond 2010. De invoering van de studenten-OV-chipkaart verloopt in Eindhoven niet helemaal vlekkeloos. De studenten zijn vooraf slecht ingelicht, vinden ze.
Het resultaat: lange wachtrijen voor het ophaalpunt, problemen met de pas en studenten die het nieuwe systeem niet begrijpen. Ik denk dat het wel een goed systeem kan worden, maar nu heeft het nogal wat kinderziektes. Ik heb vanochtend uitgeklokt in plaats van ingeklokt, dus op dit moment is het nog niks. Mijn OV-kaart had ik aanvragen en zou ik ook mijn OV-chipkaart toegestuurd krijgen, alleen dat heb ik nog niet. Ik had gebeld, alleen ik kreeg niemand eigenlijk aan de lijn en ik heb nou een brief gestuurd of ik hem nog krijg. Ik vind het eigenlijk maar heel onhandig. Ja, niemand weet hoe het eigenlijk precies werkt en volgens mij, waarom niet de oude kaartjes? De openbaar vervoersbedrijven denken dat deze nieuwe manier van reizen vooral een kwestie van wennen is. En niemand hoeft door de lange wachtrijen zijn of haar trein of bus te missen. Eigenlijk is het zo dat mensen niet per se op de dag zelf, waarop ze moeten reizen, hoeven te komen. Want het oude product van vorig jaar blijft gewoon geldig deze maand, tot je je nieuw product hebt opgeladen. Dus je hoeft niet echt per se op de minuut af nauwkeurig te gaan staan in de rij. Hè? Studenten moeten inchecken als ze bij een bus instappen en uitchecken als ze weer uitstappen. Bij de NS is dat voorlopig nog niet nodig. Daar hoef je het kaartje alleen maar op zak te hebben. Studenten die vergeten uit te checken bij de bus hebben voorlopig geen probleem. In de studenten-OV-chipkaart zit een systeem. Dat is gewoon ingevoerd. Hoeft niemand zich druk om te maken. Kun je ook helemaal niks aan doen. Als je vergeet uit te checken, is er bij de eerste paar keer niks aan de hand. Die kaart herkent gewoon dat jij als het ware bent vergeten uit te checken. Kun je gewoon weer gaan reizen de volgende keer. Maar bij een flink aantal keren uitchecken dat je bent vergeten, dan zegt de kaart van blokkade. En dan moet je opnieuw de kaart activeren. Voor 1 februari moet iedere student de chipkaart geactiveerd hebben. Als dat niet is gebeurd, kan er niet meer mee gereisd worden. Gaan zal door de bocht komen, ja, van ver af aan. Van ver af aan zie ik Adrie van der Poel die de leiding neemt daar. Oh, komt Jan Raas op, zei de Gerrie Kneteman. Het wordt Kneteman winnaar. De 71-jarige Eindhovenaar Jan Peters, omroeper in hart en nieren, stopt eind dit jaar met zijn grote passie. Hij begon als wielrenner, maar hij bleek meer met een microfoon te hebben dan met de fiets. Na bijna 40 jaar en een flink aantal grote binnenlandse wedstrijden vindt Jan het welletjes. Vind ik dat ik op een leeftijd gekomen ben dat je moet zeggen van, ik ga het een beetje rustiger aandoen, tussen aanhalingstekens, want ik zal absoluut natuurlijk het een en het ander blijven doen. Alles wat met sport te maken heeft in zijn totaliteit, vind ik gewoon leuk om te doen. Dus ja, wanneer deze of gene belt over welke sport of presentatie of wat dan ook, dan blijf ik het gewoon doen. Maar dat zal niet meer zijn, net als nu dat ik elke week volop bezig ben. Zijn mooiste wedstrijd heeft Jan Peters in zijn eigen Eindhoven meegemaakt. In je eigen stad, toen wij die Grand Prix de la Libération hadden met duizenden, tienduizenden mensen. Super geweldig. En dan krijg je een gevoel van, niet alleen ik doe iets voor de wielrennerij, maar ook voor je eigen stad Eindhoven. Er komt natuurlijk wel wat vrije tijd bij. Maar over de invulling van de extra vrije uurtjes hoeft Jan niet lang na te denken. Met mijn lieve vrouwtje daar natuurlijk. We hebben ons hondje, onze Lot. En we krijgen dus meer tijd om ergens naartoe te gaan. Maar nu was het altijd zo van, dan is het dat te doen, dan is het dat te doen. Ik ben een geweldige muziekliefhebber. Maar dat lukte bijna nooit, want dan had je of een etappewedstrijd, of een klassieker, of een criterium. En dat ging gewoon niet lukken en ik krijg daar nu meer tijd voor, denk ik. Het is weer schaatstijd. De schaatsen zijn bijna niet meer aan te slepen bij leveranciers. Toch lijkt er voor de schaatsliefhebber nog niet heel veel aan de hand. Er zijn nog genoeg verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Ja, ijshockey, noren, kunstschaatsen. En ja, heel populair tegenwoordig ook de zogenaamde langlauf. Schaatsen, langlaufschoen met eronder een schaats met erop een langlaufbinding gemonteerd. Waardoor je ook gewoon heel comfortabel, makkelijk lange tochten en warm kunt schaatsen. En als je dan uiteindelijk een mooie schaats gevonden hebt, dan moet die ook nog aan een aantal eisen voldoen. Een goede schaats die moet steun bieden.
Gewoon een goed ijzer. Je moet er recht onder staan, dat er recht op staat. En het belangrijkste is gewoon dat die goed past, dat die niet te groot is. Veel mensen maken toch nogal de fout om echt te grote schaatsen te kopen. Dikke sokken erin. Het beste gewoon goed passend. Eén paar, niet te dikke sokken. Dan heb je gewoon veel meer contact met de schoen en daardoor ook met het ijzer schaatsen het allemaal veel beter. Ook bij de schaatsenslijper is het al druk. Iedere dag laten tientallen mensen hun schaatsen slijpen. Want met botte schaatsen kun je niets beginnen. Ik heb een steen, die heb ik hier. En die maak ik hol. En voor noren is je vlak. Dat is gewoon een ronde steen. Nou, en dan heb je hier een diamante. Dat is gewoon eigenlijk een draaimechanisme. Die zetten we hier tegenaan. En dan draaien we hem eigenlijk op en neer. Dus de hele steen gaat helemaal in de ronding. En dan kunnen we hier afstellen hoe ronder dat we hem willen hebben. Nou, en dat bepaalt eigenlijk wat voor keuze schaatsen dat je hebt. Heb je dat gedaan, dan komt eigenlijk de klem. Dus eigenlijk het vrij makkelijk. Bepaald. Die moet ik er dan even tussen zetten. En die zetten we dan vast. En dan op dat moment slijpen we hem daar tegenaan. Dus de middenkant van de steen. En mooi gelijkwaardig. Dat hij geen bobbels krijgt. Want als je dat krijgt, kun je weer niet schaatsen. Dus het is gewoon gelijkmatig slijpen. En dat is het allerbelangrijkste. Om te controleren, dan moet je met je vingers zo kijken. Als er dan een stukje van je nagel afgaat, dan kun je zien of die nog scherp is of niet. Op de Eindhovense plassen is nog niet veel te merken van de schaatstijd. Die zijn nog helemaal leeg. Bij de ijsbaan is het wel druk. Bezoekers zeggen het natuurijs nog niet aan te durven. Buiten op natuurijs is het nu heel gevaarlijk. En bovendien heb ik vandaag het kinderfeestje van mijn zoon. Dus en ik wist van tevoren niet natuurlijk dat het buiten ook zou vriezen. Nou, ik vind inderdaad, als ik hier ben, dan weet ik zeker dat het allemaal safe is. We gaan wel naar natuurijs, maar dan moet ik het echt zeker weten dat het dik genoeg is. Voor de veiligheid vooral ga ik dan hierheen. Ja. En wanneer weet u zeker dat het dik genoeg is buiten? Als er al meerdere mensen op geschaatst hebben. De komende dagen blijft het flink vriezen. Misschien krijgen we dan toch nog mooie plaatjes van schaatsers op natuurijs te zien.